Week 34. Rusland bombardeert zijn eigen pijpleidingen Nord Stream. Grote politieke consequenties blijkt allemaal niet waar te zijn, maar dat maakt dus niet uit, interessant genoeg. Welkom in de wondere wereld van gaslighting en current ratio. Lieve mensen, wat fijn dat u weer kijkt, zo in de staart van de zomervakantie. De meeste mensen keren weer terug, als ze dat niet gedaan hebben. Kunnen we weer uit de komkommertijd, linea recta, de geopolitieke actualiteit induiken. Want er gebeurt het een en ander. We zeggen het elke week, mocht u zich nog niet geabonneerd hebben, doe dat eventjes, knopje hieronder. En heeft u al geklikt, niet nog een keer doen, want dan zet u het uit. Deze video kunt u altijd ook even liken of deel het bijvoorbeeld met collega's en familie. Dan hebt u wat te bespreken bij de waterkoeler. Nieuws van de week. Dan beginnen we met COP29, grote klimaatconferentie. Is nu misschien nog niet heel erg groot nieuws, maar dat gaat het wel worden. Daarom kijkt die current ratio, dan weet u het alvast. COP29, dat is een nummer inderdaad. Er wordt elk jaar een klimaatconferentie gehouden. Deze keer niet in Dubai, maar in Azerbeidzjan. Inderdaad, klimaatconferentie in landen die heel veel olie en gas exporteren. Die willen waarschijnlijk niet dat u daarmee stopt. Dat COP, dat is een initiatief van de Verenigde Naties. En nu inderdaad gaan we hem in Azerbeidzjan houden. En dat heeft wat wrevel gewekt, laten we het zo zeggen. We zien dat simpelweg op Twitter. Deze meneer Ocampo, dat is niet de minste aanklager van het internationaal strafhof. Die zegt, jongens, gaan wij nou echt in een beetje een dictatuur praten over klimaat? Is dat geen greenwashing? Nou, normaal gesproken heeft dat niet zoveel impact. Alleen het geweten van de wereld, mag je het misschien wel noemen, Greta Thunberg, die schaart zich daar ook achter. Dus alle aandacht voor klimaat zorgt voor een klimaattop in Baku, Azerbeidzjan. En dan zal er tegen gedemonstreerd worden, omdat hij daar überhaupt niet gehouden had mogen worden. We krijgen als journalisten uitnodigingen voor de top om die bij te wonen. Of je wil eventjes laten weten wat voor laptop je hebt. Dan krijg je daar ruimte, kun je erheen vliegen en kun je die conferentie van dichtbij verslaan. Probleem is, Azerbeidzjan heeft een problematische relatie met mensenrechten, oppositieleiders en journalisten die worden in elkaar gebeukt. Of ze krijgen een autobom. Zelf heb ik ervoor gekozen om de uitnodiging naast mij neer te leggen. Dat COP29, wat is dat precies? Waar staat COP voor, COP? Nou, het is de conferentie van de organiserende partijen van de klimaatconferentie. Het is dus met recht een conferentie over een conferentie waarbij er wordt gesproken over klimaat. De partijen, dat kunnen NGO's zijn, samenwerkingsverbanden van landen, denk aan de Europese Unie, maar ook de landen binnen die Unie zelf, en die gaan dan in zaaltjes zitten. En na een tijd komt er een soort consensus uit, waarbij het natuurlijk vrij moeilijk is om met zoveel mensen een consensus te bereiken. Nu hebben we het hier eerder wel eens gehad over Dick Schoof, die een beetje laat is aangetreden. Dus hij wil misschien met zijn kabinet een nieuwe lijn uitzetten. En dan is het de vraag wat je nog kunt doen, gegeven de keuzes die jouw voorgangers hebben gemaakt. Nou, dat zien we nu ook gebeuren. De COP29 inzet van Nederland, die wordt dan besproken in het parlement. Het nieuwe kabinet heeft gezegd dat ze wat minder geld willen uitgeven. Het idee bij COP29 is dat de rijke landen, dat zijn de westerse landen, en niet zozeer India, China of Saoedi-Arabië of Rusland, die gaan accepteren dat zij schuld hebben aan klimaatschade. En zij zullen moeten gaan betalen in een klimaatfonds. En dat is een fonds dat staat bol van gender equality, noem het maar op. Frans Timmermans die heeft deze motie nog ingediend bij de regering. Hij zei, jongens, let inderdaad op die aspecten van de eerlijke transitie. En dan kunt u zeggen, ja, maar Frans Timmermans, dat is een parlementariër in Nederland. Hoeveel heeft hij nou te zeggen? Nou, hij zat hiervoor natuurlijk in de Europese Commissie. En daarbij is al besloten met de European Climate Law dat westerse landen en Nederland voorop bedragen gaan neerleggen om de klimaatschade te compenseren. Dan doet men dat in Azerbeidzjan. Slechte relatie met mensenrechten. Recentelijk natuurlijk de etnische zuivering van hun Armeniërs. Dus dat zet die hele COP29-top in een kwaad daglicht. Het doet wat hypocriet aan om daar over deze zaken te gaan praten. Mocht Wilders een motie indienen om te zeggen, jongens, daar gaan we toch geen geld op stuk slaan, dan is hij, zoals gezegd, een beetje aan de late kant. Dus later dit jaar zult u daar meer van horen. Demonstraties, iedereen boos enzovoort. Maar de pegels zijn al weg.
Bent u een beetje nostalgisch ingesteld, zoals ondergetekende? Oké, ga zitten. Houdt u zich goed vast. Er gaat iets gebeuren deze herfst. Zou kunnen gebeuren. Hè? In de toekomst is alles nog mogelijk. Maar het ziet er wel erg slecht uit voor Blokker. En we moeten er rekening mee houden dat Blokker misschien met een half jaar, deze herfst, begin van 2025, uit het straatbeeld gaat verdwijnen. En dat heeft alles met de cijfers te maken. Quote, interessant genoeg, mijn eerste journalistieke werkgever heeft daar een mooi artikel over gemaakt. Let ook op de advertenties bij Quote. Die zijn altijd erg relevant voor mensen met wat vermogen. Wilt u bijvoorbeeld scheiden of heeft u een nieuwe jacuzzi nodig? Blokker heeft een probleem. En dat zien we simpelweg in de jaarrekening. Laten we daar gewoon eens eventjes induiken ter lering en de vermaak. Blokker, schrijven ze zelf. Blokker is een sterk merk, een eigen merk. En dat zorgt ervoor dat mensen graag betalen voor iets van Blokker. Blokker heeft het in huis. Nou, moet je het wel hebben. Er staat letterlijk: consumers continue to be charmed by the customer journey that is offered by Blokker. Ja, dat is natuurlijk leuk als je dat zo over jezelf zegt. Maar heel veel mensen hebben een goede associatie met Blokker. En het is de vraag of je daarmee redt als je omzet onder druk staat. En als we naar de jaarcijfers kijken, dan is het antwoord helaas voor de Blokker-liefhebbers eerlijk gezegd nee. Ze hebben een gebroken boekjaar, zoals het heet. Dus hun jaarrekening loopt niet van 1 januari tot 31 december. Vandaar die rare jaren die u erboven ziet staan. Nou, wat blijkt dan? Dan is er 200 miljoen euro minder omzet. Als je minder omzet hebt, dan hoef je ook minder spulletjes in te kopen. Alleen wordt het dan wel moeilijk om je winstgevendheid op peil te houden. Want je hebt gewoon vaste kosten, zoals een hoofdkantoor. Ja, en die moet je dan terugverdienen met minder verkochte stofzuigers en staafmixers. Blokker slaagt daarin, kijk maar. Want ze maakten eerst een operationeel verlies van 80 miljoen. Dat hebben ze bij krimp weten terug te brengen naar 13 miljoen. Dus flink bezuinigd, hoop gebeurt intern. Maar dat is de vraag of dat voldoende is. Probleem met Blokker, dat heb je als je lang verliezen maakt, is dat je je verleden met je meezult. Blokker heeft een eigen vermogen aandelenkapitaal van 25 miljoen. Aandeelhouders hebben in het recente verleden, dus de familie Blokker, maar ook latere overnamepartijen, bijna een miljard euro gestort om de tent overeind te houden. We zien een share premium van 850 miljoen, dat is precies dat. Alleen er zijn verliezen, opgestapelde verliezen, u zag het net al, van 855 miljoen. Ja, dan heb je dus bijna geen reserves meer over. Dus in een jaar zijn die reserves gehalveerd. Nou, en dan is het nog heel moeilijk om leningen te krijgen bij de bank. En dan worden personeelsleden een beetje bang. Die denken van ja, heb ik nog wel een werkgever volgende week? Ziet er dus niet goed uit. Nou, veel van de kijkers die beleggen in aandelen, dat weten we, dat zien we ook in de comments. Wat moet je nou met zo'n bedrijf als dit? Hoe kun je nou inschatten of het een overlevingskans heeft? En als het beursgenoteerd is, dat is Blokker niet, zou je erin moeten investeren? We zetten in de beschrijving een interessant college van professor Altman uit New York. Die heeft dat helemaal berekend. Die heeft door de hele geschiedenis heen tienduizenden bedrijven onderzocht. En dan heeft hij gekeken van, oké, als een bedrijf in de stress zit, overleeft dat bedrijf het? Overleeft het bedrijf het niet? En hij heeft dus gekeken wat de kenmerken zijn van bedrijven die het wel overleven. Nou, dan heeft hij dit scoremodel gemaakt. De bovenste working capital, dat is hoeveel geld je in je portemonnee hebt zitten. Dan kun je op korte termijn rekeningen betalen. Dat is eigenlijk een beetje je current ratio. Nou, dat telt mee. Als je dat hebt, dan ga je niet zo snel failliet. Belangrijker is of je winst maakt. Je kunt nu even een beetje krap bij kas zitten. Als je winst maakt, kun je naar de bank gaan en dan krijg je een leningje. En Altman die zegt, bedrijven die via dit scoremodel boven de 1,8 uitkomen, die blijven bestaan. Nou, we kunnen dit cijfer uitrekenen voor Blokker. En dan komen we heel vervelend op -3 uit ongeveer, afhankelijk van hoe je het berekent. Dus Blokker heeft weinig geld in kas. Nou, moet je naar de bank gaan voor een lening om je salarissen te betalen. Alleen dan zegt de bank van ja, maar je maakt ook geen winst. Nou, en dat allemaal opgeteld, dat ziet er helaas een beetje deprimerend uit. En hou dan ook rekening met die opgestapelde verliezen. Inderdaad, de lering en de vermaak. We zetten hem in de beschrijving. 2 uur lang college van professor Altman. Wij zeggen, als u in aandelen belegt, kijk naar dit college. En als u dat niet doet en u gaat dan nat bij een belegging in een aandeel, dan ligt het niet aan ons.
Kijken we tot slot voor het nieuws van de week nog even naar onze Duitse vrienden. Ze hebben een energiewende, zoals dat heet, de energietransitie. Maar ze trekken het wat verder. Ze hebben ook een verkeerswende en dat wordt een vervoerstransitie, zou je kunnen zeggen. Want een energietransitie alleen is niet genoeg of op zich niet haalbaar. Wat is er aan de hand? Ze hadden een hele mooie kerncentrale. Die hebben ze opgeblazen. We zien hier de koeltorens, u raadt het al, voor het opblazen. Deze koeltorens waren sinds 2015 niet meer in gebruik, omdat Duitsland sinds 2011 al door de aardbeving in Japan van zijn kernenergie af wil. En toen was er een jonge man, heldhaftig als hij was, die zei: ik wil niet dat die koeltorens worden opgeblazen. Ik ga erop zitten. En als jullie deze torens willen opblazen, dan moet je mij ook opblazen. Dus doe het vooral niet. Grote held, mensen op Twitter zeggen, is een man met ballen van staal. Maar hij is natuurlijk wel afgekropen. En dat zou u ook doen, waarschijnlijk, in alle eerlijkheid. Vraag die we dan vaak krijgen van kijkers: is dat eigenlijk mogelijk, zo'n energiewende? We hebben eerder al Nederland besproken, een paar afleveringen terug. Hoeveel stroom kun je eigenlijk opwekken met groene energie? We hebben het over windmolens, zonnepanelen. Dat neemt een grote vlucht omhoog. Dat is absoluut waar. Maar is dat genoeg? Nou, als we naar de cijfers van Duitsland kijken, naar de energieopwekking, primaire energieopwekking, dan zien we een klein probleempje optreden. Kijk, die groene lijn recht boven mijn hoofd, dat is inderdaad echt groene stroom, zou je kunnen zeggen. Windmolens, zonnepanelen en niet zozeer biomassa bijvoorbeeld. En dat neemt wel een vlucht hoor, kijk maar, het gaat hard omhoog. Alleen, het is niet genoeg. Dus er kan een dag zijn dat u zonnepanelen op uw dak heeft en dat u alle elektriciteit die u gebruikt zelf hebt opgewekt op een zonnige dag. Alleen waar we rekening mee moeten houden is dat we ook verkeer hebben, benzine. Er zijn natuurlijk vooral nog benzineauto's, industriegebruikte energie. En als je dat in een land allemaal optelt en dan kijk je wat er uit groene energie komt, ja, dan valt dat een beetje tegen. Anders gezegd, als Duitsland van kernenergie af wil, dat is het paarse streepje, en in plaats daarvan windmolens wil plaatsen, ja, dat kun je op zich doen. De vraag is alleen: wanneer heb je genoeg windmolens en zonnepanelen geplaatst, zodat je de fossiele brandstoffen die er boven staan ook snel kunt uitfaseren? Dus dat groene streepje moet al die streepjes daarboven opgeteld compenseren. En dan heb je een compleet circulaire economie. Het plan is om dat voor 2030, 2040 gedaan te hebben. En door de snelheid waarmee dat groene lijntje omhoog gaat, mag je misschien voorzichtig concluderen dat dat niet super realistisch is. Er is trouwens ook van Eurostat een mooi plaatje met dezelfde cijfers dan voor de complete economie van de Europese Unie. Het energieverbruik, olie en petroleum. Ja, wat er in je benzinetank gebeurt, in je verbrandingsmotor, dat is ook energieopwekking. En dat domineert nog steeds. Gas ietsje minder. Daar gaan we het later natuurlijk ook nog over hebben. En de renewables, inclusief de biobrandstoffen, want zo meet Eurostat dat. Dat is nog niet genoeg om de rest af te schakelen. Nou, in Duitsland is er een discussie gaande. Die zul je op een gegeven moment hier ook wel krijgen. En dat is dat men zich realiseert dat het misschien eigenlijk helemaal niet mogelijk is om alle auto's die wij nu hebben elektrisch te maken. Dus we ruilen de benzineauto in voor een elektrische wagen en dat doen we allemaal tegelijkertijd. Ja, er zijn niet genoeg van die auto's. Waar komt die stroom vandaan? En Duitsers die spreken daarom nu alvast over de verkeerswende. Als we die auto's niet kunnen vervangen door elektrische wagens, dan moeten we misschien accepteren dat gezinnen überhaupt geen auto meer hebben. Anders denken over mobiliteit, vliegen, vakantie, smart cities enzovoort. Dit document kunt u zelf lezen. Interessante studie van de club Verkeerswende. Inderdaad, zover zijn ze daar al. En er wordt gekeken naar wat de mogelijkheden zijn voor echt circulair leven. En ja, eerlijk is eerlijk, dan kan een hoop niet. Het is allemaal leuk en aardig, lieve kijkers. Maar het nieuws van de week is natuurlijk Nord Stream. Is opgeblazen door Oekraïne, niet door Rusland. Groot artikel in de Wall Street Journal. We nemen aan dat u het heeft gezien, gelezen, of ze minst over hebt gehoord. Er was een uit de hand gelopen zeilavond, naar het zich laten aanzien, met te veel borrels en bommen aan boord. Het waren de Oekraïners die met eigen middelen Nord Stream hebben opgeblazen, niet zozeer Rusland. En interessant genoeg, in de wereld van gaslighting maakt het dus niet zozeer uit wie het heeft gedaan. Er is geëscaleerd ten gevolge van de aanname dat Rusland het zou hebben gedaan. En daar wordt dan niet op teruggekeken. Het is niet zo dat men nu gaat de-escaleren, omdat de schuldvraag anders blijkt te liggen.
En dat is de definitie van gaslighting. De waarheid maakt eigenlijk niet zoveel meer uit in een emotioneel gemanipuleerde wereld. Gaat het vandaag over hebben. We beginnen natuurlijk met een financiële beschouwing. Mensen vroegen erom, als je zo'n pijplijn opblaast, wat kost dat nou? Dus niet het opblazen zelf, in alle eerlijkheid, ik ben wel sportduiker. Maar ik weet niet wat het kost om een pijplijn op te blazen. Maar wat is de schade aan de infrastructuur bijvoorbeeld? Nou, dat is heel mooi. Dat kunnen we vrij nauwkeurig uitrekenen zelfs. Want we hebben het hier wel eens eerder gehad over het bedrijf Wintershall DEA. Met een grote aandeelhouder, Mikael Fritman. Die op de sanctielijst staat. Om de een of andere reden besluit Nederland hem toch al onze nog bestaande gasactiviteiten te gunnen. Zodat hij de winsten heeft kunnen overboeken die ontstonden door die gascrisis. Ongeveer 1 miljard euro onterecht overgeboekt als dividend. Het moet allemaal maar kunnen. In de jaarrekening zagen we echter dat Wintershall DEA met letter one van Mikael Fritman. Dat ze hebben aangegeven dat zij een van de aandeelhouders zijn van dat bedrijf. Ze hebben dit hele mooie kaartje gemaakt. Ze zeiden, ja, we hebben een prachtige pijpleiding. Die gaat naar Rusland en op een bepaalde dag verdween de druk. Zo beschrijven ze dat. Nou, wat moet je dan doen als bedrijf? Als uw pijpleiding is opgeblazen, ja, dan neem je een impairment op in de boeken. En dat is wat ze hier dus doen. Wintershall zegt zelf, Wintershall DEA, van nou, we hebben in Nord Stream hebben we een belang van 15%. En we hebben schade van dik 1 miljard. Nou, dan kun je dat extrapoleren. Er zitten wat leningen bij. Maak het af op 10 miljard. Dat is wat het kost om een pijpleiding te bouwen. En het is dus kennelijk verdomd eenvoudig om die dingen op te blazen. Maar dat terzijde. Daarnaast is het zo dat de gasprijzen op het moment van de explosie, energieonzekerheid, met 12% stegen. Het is wel zo dat op het moment van de ontploffing van Nord Stream 2... die pijpleiding niet echt operationeel was. Dus die was nog niet van belang voor de energieleverantie. En Nord Stream 1, daar werd dan onderhoud aan gepleegd. Omdat die energiesystemen op elkaar zijn aangesloten, kun je het wegvallen van een pijpleiding kun je ook weer ergens anders opvangen. De Europese Unielanden zijn vanaf dat moment veel gas gaan importeren. Uit Amerika, uit Qatar, maar ook uit Azerbeidzjan. Dat inderdaad Russisch gas via een omweg weer doorvoert naar Europa. Dus we krijgen dezelfde Russische koolwaterstoffen, alleen dan tegen een veel hogere prijs. Maar het mag natuurlijk Oekraïne wel worden aangerekend dat ze de leveringszekerheid in gevaar brengen. Natuurlijk krijg je 12% hogere gasprijzen op het moment van een aanslag, omdat iedereen zenuwachtig wordt, zeker als je niet weet wie het is. En je mag je dan ook afvragen of het wel zo'n fijne vriend is wie dat doet, die dat doet. Voor Zelensky kun je je voorstellen, er is een doelwit, hij kan het pakken. Ja, in een oorlog ga je ervoor. De Europese Unielanden, NAVO, Amerika zijn daarna gaan escaleren. Want het was toch verschrikkelijk dat Rusland onze infrastructuur aanvalt. En dat is waar we het vandaag over willen hebben. Hoe is die angstpandemie, zou je bijna kunnen zeggen. Hoe heeft dat eruit gezien? Welke beslissingen zijn er genomen? En wat zou je eventueel kunnen heroverwegen, nu het allemaal toch wat anders in elkaar blijkt te zitten? Gaan we terug naar 2020. Een van de aandeelhouders in Nord Stream, dat Wintershall DEA, zegt ja, inderdaad, mooie pijplijn, druk valt weg. Wat is daar aan de hand? Nou, wie heeft dat gedaan, is de eerste schuldvraag. En meteen kijkt men naar de Russen. Het is mooi hoe de bewoording is, want er wordt gezegd, ja, er is heel weinig dat niet naar Rusland wijst. Als je het zo zegt, zou je ook kunnen zeggen dat er, dubbele ontkenning, wel heel veel wel naar Rusland wijst, alleen dat bewijs was er niet. Maar dat maakte voor de gang van zaken inderdaad interessant genoeg niet uit. We zagen de Jan-Pater-Notte-weken ontstaan. Jan-Pater-Notte, meneer Pater-Notte, als u bewijs heeft voor de draad ermee, zouden we kunnen zeggen. Hij mocht bij allerlei tv-programma's aanschuiven. Hij zei, ja, dit is wat Rusland doet. Zij dreigen op deze manier. Want zo laat Rusland zien dat ze ons kunnen raken en aanvallen en ook op deze manier. In het programma zat ook Ingrid Thijssen, die zei van ja, maar het mooie is wel dat na de Russische aanval er sprake was van Europese solidariteit. Gelukkig voor de heer Pater-Notte ontbreekt het hem niet aan schermtijd. Hij mag weer aanschuiven in Hilversum. En hij vertelt ons nu, is allemaal gewoon online te vinden op Twitter, inderdaad Twitter. Hij zegt ja, nou, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wie dat gedaan heeft. Hè? Want je moet natuurlijk niet Oekraïne laten vallen. Poetin, dat blijft gewoon een rotzak. Ja, dat kan natuurlijk allemaal wel waar zijn. Het is interessant om te zien dat de vraag of iemand die zelf of niet gedaan heeft in de loop van de tijd wat vervaagt. En als iemand anders het blijkt te zijn, dan is de schuldvraag überhaupt niet meer relevant.
Het is natuurlijk wel vervelend dat als je hier een debat over wil voeren, dat inlichtingendiensten, die kennelijk al lang op de hoogte waren van het feit dat Oekraïne het gedaan had, zich bij officiële gelegenheden niet laten horen, omdat ze simpelweg niks mogen zeggen over hun werkwijze. Nou, daarom zijn het ook spionnen en inlichtingendiensten. Een soort James Bond-achtig gebeuren, kun je je heel goed voorstellen. Alleen diezelfde politici die dan vaak worden gebriefd op de achtergrond, die zie je wel in de publieke debatten naar voren komen. Duitsland heb je dat trouwens ook. Grote debatten op tv. En dan wordt er door politici, Kamerleden gevraagd van ja, maar wat is er nou waar? Wat weet de regering? Wat weten de inlichtingendiensten nou precies van wat er is gebeurd? En dan is het antwoord altijd ja, maar daar kunnen we eigenlijk niks over zeggen. Dus dan wordt er heel veel gespeculeerd. Dan worden er consequenties verbonden aan een mogelijke verdachte. En of dat dan allemaal klopt, ja, dat maakt dan niet zoveel uit. Dan wordt er een traject in werking gezet van escalatie. En ja, dat kun je dan niet meer heroverwegen, omdat je dan eenmaal bent begonnen. Merk in dat kader ook op hoe wij werden overspoeld met experts op CNN. Iedereen zei, ja, helemaal serieus kijkende mensen met zo'n Jan Paternottefrons. Ik heb hem ook, ik denk dat ik hem ga laten wegspuiten. Als u een plastisch chirurg bent of u heeft zo'n botoxkliniek, dan kunt u een aflevering sponsoren, laat het zomaar zeggen. Maar mensen met zo'n moeilijke frons, die zagen we op tv en die zeiden, ja, nee, het waren de Russen. U moet bang zijn. Nou, potje bang zijn, daar is niks mis mee. Maar het gaat dus inderdaad om het handelen dat daaraan wordt gekoppeld. Tot slot, om nog een beetje in die sfeer te blijven, hebben we een mooi filmpje uit 2022. Rob de Wijk, Beatrice de Graaf, dat zijn experts. Meteen nadat het was gebeurd, zonder enig bewijs, weten ze al precies te vertellen wie dat zijn. Het filmpje gaan we eventjes laten zien. Ik las ook nog een verklaring in de Duitse media. Er wordt gezegd van ja, dit is weliswaar de gasleiding van Nord Stream 1. Maar het ligt vlakbij een nieuwe gasleiding van Noorwegen naar Europa exact. Toe. En misschien is het juist wel heel iets anders. Namelijk een dreigement. Ja. Niet tegen de eigen pijpleiding, exact. Maar tegen de Europese infrastructuur. Weet wat wij kunnen. Weet wat wij kunnen. We gaan jullie energieinfrastructuur opblazen. Misschien geen kernbom, maar misschien wordt dit het nieuwe aanval. Nou, eens. En dat, nee, ik ben daar het aan mee eens. Dat is ook exact onmiddellijk wat ik dacht toen ik dat zag gebeuren. De stroom toch al geen gas. Meer door die pijpleiding. Ik denk dat we dat moeten kappen. En daar zal het ook wel een keer van komen. Maar op het moment dat je dus dit als signaal vlak ziet... bij die Noorse pijpleiding. Ja, voor een Noorse pijpleiding. Als dat gaat gebeuren, nou, dan zitten we hier niet meer over of we gas wel of niet kunnen gaan betalen, dan maar of we überhaupt geen gas krijgen. Ja, precies. Dus dat is een heel ander verhaal. Ja. En dan raak je echt het hart van economische oorlogsvoering. Daar zitten we al in. En dus het is wel plausibel. Maar moet je dat dan niet benoemen? Wat moet je dan daaraan doen? Nou ja, je moet eerst weten wat de attributie is. Dus je moet eerst weten wat hier precies achter zit. Want dit is zo ernstig als dit het geval is. Dit is een oorlogsverklaring. En daarbij mag wel in het kader van het debat opzoeken, nuance en deradicalisering worden genoemd. Ik had hier een kleine Twitter-fitty over met deze Rob de Wijk, de expert internationale betrekkingen. Hij zegt, ja, nou, er werd dan wat vooruitgelopen op wie het gedaan had kunnen hebben. Hij zegt wel dat hij het woord attributie gebruikt, waarbij je dus zegt, ja, wat we hier bespreken is allemaal waar, aangenomen dat de toedracht, attributie, wie heeft het gedaan, helder is. Ik zou er wel nog aan toe willen voegen dat je eerst een hele tijd gaat speculeren. Mensen noemt allerlei oorlogsdreigingsbeelden verspreid naar de mensen. En helemaal op het einde zeg je van, ja, de attributie. Had je ook aan het begin kunnen doen. Hè? Je kunt ook in het begin zeggen van, oké, we hebben te maken met een lopend conflict. Er is een bomaanslag gepleegd. We weten het niet. Dus alles wat hierna volgt is speculatie. Dat is niet meer gebruikelijk in het kip zonder kop tijdperk, in het Jan Paternotte tijdperk, grote uitspraken doen. En later misschien een beetje nuanceren. Het viel me trouwens op dat Jan Paternotte ook op zijn Twitter had gezegd dat de Russische strijdkrachten de Olympische Spelen in Frankrijk wilden saboteren. En dat deden ze door treinrails in de fik te steken enzovoort. Dat wordt meteen aangenomen. Dat zou een gigantische gebeurtenis zijn als Poetin daadwerkelijk die keuze maakt. Als hij een ander land, een kernmacht binnen de NAVO aanvalt, want dat is het, dan gaat artikel 5 in werking. Dat zou hij dan doen vanwege de Olympische Spelen. Misschien vond Poetin de openingsceremonie niet zo mooi. Iedereen neemt dat klakkeloos aan voor waar. Of het zo is, ja, dat weten we niet. Later blijkt dat het een verbolgen Fransman was die besloot los te gaan op zijn eigen treinrails. Ik wil dat niet goed praten, maar het is dus geen actie van Poetin.
Nou, bij Nord Stream zagen we dat er dan natuurlijk kamervragen komen van de Socialistische Partij. Hele redelijke vragen natuurlijk van wat weten wij eigenlijk voordat wij losgaan op deze of gene verdachte. Die kunt u simpelweg vinden onder dit nummer. De minister van Defensie, Kajsa Ollongren, die moet daarop antwoorden. En die zegt inderdaad heel vervelend van ja, wij kunnen niet zomaar putten uit wat wij horen van de inlichtingendiensten. Want dat moet allemaal geheim blijven. Nu blijkt dus wel dat zij allang wist dat Zelensky dit van plan was. En je kunt je ook afvragen of zij wel eens met Jan Paternotte spreekt op een D66-borrel bijvoorbeeld, bij een wit wijntje. En dat ze hem dan waarschuwt, dat ze zegt van ja, je gaat nu los op Poetin. Maar ik weet stiekem dat Zelensky het heeft gedaan. Of dat ze helemaal niet communiceren. Maar goed, dat zullen we dus nooit weten. Merk op bij deze Kamervragen dat Ollongren vervolgens antwoordt dat zij een officieel onderzoek afwacht, namelijk dat van de Duitse, Deense en Zweedse autoriteiten. Dat is een heel mooi antwoord, want ze wist namelijk zelf allang wie het gedaan had. Alleen als je haar hier later op zou willen pakken, als je een beetje verbolgen bent, of er komt hier een soort onderzoekscommissie naar, dan zou je kunnen zeggen, mevrouw Ollongren, u laat na om de Kamer volledig te informeren, want u zegt niet dat u het al weet. Strikt genomen liegt ze hier niet, want ze zegt van ja, sowieso ben ik heel benieuwd naar het rapport van de Duitse, Deense en Zweedse inlichtingendiensten. Alsof daar iets in staat wat zij niet al weet, maar je zou kunnen zeggen dat ze het zal lezen als het er is. Maar wat ze hier natuurlijk had moeten zeggen is, ik weet al lang wie het gedaan heeft, maak je geen zorgen. Omdat die Russen klaarblijkelijk in staat zijn om ons te treffen op onze infrastructuur, wordt ook de marine een nieuwe taak toegedicht. Want zij moeten die infrastructuur gaan bewaken. Kabinetsbesluittaak, defensie op de Noordzee. Nou, we hebben daar natuurlijk allemaal kabels liggen, windmolens enzovoort. De Russen hebben met Nord Stream laten zien dat ze bereid zijn om dat te bombarderen. In het filmpje met Rob de Wijk werd ook al de pijplijn vanaf Noorwegen genoemd. Zou Poetin daadwerkelijk een marineschip de Noordzee opsturen om ons daar aan te vallen? Nou, de Tweede Kamer denkt van wel. Interessant commissiedebat. We zetten het bij de beschrijving. En de Tweede Kamer is zelf van mening dat we rekening moeten houden met die dreiging. En dat de marine de Noordzee op moet gaan om op spookvijanden te jagen. D66 is bang dat windmolens worden aangevallen. En het CDA neemt ook voor het gemak maar aan dat het de Russen waren. In werkelijkheid moet je dus op zoek gaan naar Oekraïnse partyboten die explosieve ladingen onder hun kiel hebben hangen. Maar goed, daar hebben we het dus niet over. De echte dreiging, die is dus kennelijk niet meer zo relevant. We hebben een beeld van wie het is. Nou, volgt er een heel actieplan en dan doe je het daarmee. En het is niet zo dat de marine nu terug wordt geroepen van die velden op de Noordzee, omdat ze zeggen, ja nee, het waren de Oekraïners. Dat is het probleem met dat gaslighting. De feiten maken niet meer zoveel uit. Nou, die term gaslighting, u hoorde hem al een paar keer vallen. Wat is dat eigenlijk? Nou, dat komt uit een toneelstuk en een film. Ik ga geen fles champagne verloten onder degene die weten hoe dat toneelstuk en de film heten. Die heette natuurlijk Gaslight. En het gaat over een man die op hele lelijke manier zijn eigen vrouw aan het manipuleren is. Dan draait hij bijvoorbeeld inderdaad het licht lager. De vrouw zegt van, goh, heb je het licht lager gedaan? En die man die komt dan met allerlei vrij onredelijke argumenten waarom dat niet zo is. En na een tijdje gaat de vrouw aan haar eigen ogen twijfelen. En er worden dus ook hele onredelijke argumenten voor waar aangenomen. Merk in het kader van Nord Stream op dat het een Russisch project was. Dus je zou kunnen zeggen, er is weinig wat niet naar de Russen wijst. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, het is vrij onwaarschijnlijk dat Rusland het heeft gedaan. Dat is de minst onwaarschijnlijke dader, omdat het hun eigen projectje is. Maar dat is in de storm van emotie. Dat argument is kennelijk verdwenen. Interessant genoeg staat Gaslight op YouTube. Ook die zetten we in de beschrijving. Goede kwaliteit. Het is over zijn copyright heen. Toneelstuk uit 1944, als ik het goed heb. Kunt u dus gewoon kijken. Anderhalf uur, alsof het een film is. Glaasje wijn erbij, bakje chips. En dan heeft u een leuke avond. Nou, nog een leuk voorbeeld van dat gaslighting. Kon het niet laten om dat te noemen, is Hans Steeuwen. Die heeft een show genaamd Trui en dan noemt hij ook dat hij is vreemd gegaan. En dan zegt zijn vriendin tegen hem van, goh, je bent vreemd gegaan of niet?
Waarop Hans Teeuwen antwoordt van, goh, nou, als jij zo redeneert, dan zul je zelf wel heel ontrouw zijn, want anders kom je niet op zo'n valse beschuldiging. Dat is natuurlijk erg grappig. Ik weet niet of Hans Teeuwen echt vreemd gaat. Daar gaat het niet over. Die gaslighting techniek, zou je kunnen zeggen, zie je helaas wel vaker. We hebben dat gezien bij corona, bij de coronapandemie. Hier eerder besproken, het coronafonds. We deden het allemaal voor de zorghelden. Dus er moet geld worden gemobiliseerd voor de zorghelden. Alle regels worden opzij geschoven die er zijn. Het is crisis, het is pandemie. En we moeten iets doen voor die ziekenhuizen. Nou, als je de rekening mee houdt dat volgens het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan er 99 miljoen euro naar de intensive care capaciteit gaat. Daar was het toen om te doen. Terwijl het coronafonds 800 miljard euro groot is. Dan betekent het dat 0,0124% op de plek van bestemming komt 5 jaar te laat. Werd dit weekend nog aangesproken door een aantal verpleegkundigen, doktoren, zorghelden. Die zeiden van, goh, zou je dat nog eens in je show willen noemen? Nou, dus bij deze. Dus als we iets doen voor de zorg, dan mag een miniem bedrag naar die zorg gaan. En dan zegt niemand daarna van, nou, dat is een beetje disproportioneel. Maakt ook niet uit, want de keuze is al gemaakt. Op dezelfde manier moeten wij bang worden voor Russische inmenging bij verkiezingen. Dat is een doorlopend verhaal. We zien ook dit actieplan van de vorige regering tegen de Russische inmenging bij die verkiezingen. Het is heel lastig als dat van gekozen politici komt. Want als Poetin onze verkiezingen manipuleert en heeft gekocht, dan is iedereen die nu verkozen is betaald door Poetin. Nou, als je vervolgens ook zoekt in de bronvermelding, deze Kamerbrief gaat ook naar de beschrijving, kunt u het rustig zelf lezen. In de bronvermelding staat ook dat het probleem wel op papier bestaat, maar dat er geen concreet voorbeeld van daadwerkelijke inmenging bij die verkiezingen gevonden kan worden. En net als met Russische onderzeeërs die windmolens aanvallen volgens D66 op de Noordzee, wordt er hier ook door echte mensen, echte inlichtingendiensten, militairen enzovoort, gejaagd op spookvijanden. Dat is normaal geworden. En op de valreep van zijn premierschap heeft Mark Rutte, demissionair of niet, ook nog besloten om de band met Oekraïne te verzegelen in een soort 10-jarige overeenkomst. En dat betekent dus dat Dick Schoof wat dat betreft ook niet meer zoveel kan doen als hij zegt, nou, ik ben toch wel boos op Oekraïne en op Zelensky. Ik wil dat daar gevolgen zijn. Ja, dan kan hij dat dus niet. In dit geval is het trouwens zo dat als de vorige regering Nederland bindt om steun aan Oekraïne te geven in militaire zin, dat dat opgeteld wordt bij de 2% norm voor de NAVO. Dus op deze manier kan Rutte zeker ook zeggen dat hij niet uit het land komt, dat de 2% norm niet respecteert. Allemaal voorbeelden waarbij je ziet dat het achteraf iets anders zat, maar dat maakt voor de gang van zaken niet meer uit. In de waan van het moment is er een keuze gemaakt en we zitten vast aan die keuze. Dit was Current Ratio. Ik dank u voor het kijken en ik hoop dat u thuis wat kritischer bent als u weer dit soort berichten over u uitgestort krijgt.